Tweede Pinksterdag is traditioneel de dag dat Nationale Kastelendag plaatsvindt. Onder aanwezigheid van een prachtig zonnetje, de uitgelezen dag om Kasteel Dussen te bezoeken. Zoals elk jaar voor jong en oud vertier met bijhorend thema. Wij geven er altijd een thema aan en dit jaar verborgen verhalen. Dus in het kasteel zit iemand met poëzie. Maar we hebben ook een hele beroemde muis. Ja. Wat doet die muis? Die geeft een poot op jouw boek als jij een boek hebt gekocht van de muis. Leuk, ja. En in het bos allemaal verborgen verhalen, maar ook uit boeken. Jip en Janneke, Dolfje Weerwolfje. Heel erg leuk. En ook spannend voor de kinderen. Het kasteel heeft ook veel verhalen. Komen die verhalen daar ook in terug? Jazeker. Wat dacht je van mevrouw Suringa? 1, 2, 3. De andere 3 slapen. Maar dat is het beroemde verhaal. Mevrouw Suringa met haar 6 slapers. Dromeurs werden ze ook wel genoemd. En die verborgen verhalen, die zijn er veel. Bijvoorbeeld over de ronde en de 8-kantige toren. Dat is ook een verborgen verhaal. Dat gaat over een zeer jonge barones. En die barones, die haar man had het kasteel gekocht voor 45.000 florijnen. Maar de Spanjaarden, soldaten, niet deze hoor, die hadden die toren vernietigd. En die toren moest opnieuw opgebouwd worden. Maar die barones, die zei van, ik wil heel graag in een toren wonen. Maar in een ronde toren kan ik geen spiegel ophangen en geen kast neerzetten. Dus die toren, die werd speciaal door een Italiaanse bouwmeester, werd die 8-kantig opgebouwd. En voor wie het nog niet wist, het kasteel is elke zondag open voor publiek. Ho eventjes, wie dat nog niet weet, die zal toch een keertje moeten komen kijken. Want Kasteel Dussen is vanaf april tot eind september elke zondagmiddag geopend van 1 tot 5. En iets nieuws, heb je dat al gehoord? We gaan XL-rondleidingen geven. Heel erg leuk, niet echt voor hele kleine kinderen, maar dan kom je ook op zolder. En in de bovenste torenkamer mag je dan ook XL-rondleidingen. Kijk maar in het nieuwe programmaboekje of op onze website. En ik vloek zou toch aan, en hij keek mij strak aan met het hoofd van karton op de accordeon. En hij zei: alles kan als je wil, beste man. Doe